elke dag maak ik een haal. Een roeihaal doe je na een miljoen keer. En het is nooit af. Dus het perfecte bestaat eigenlijk niet. En eigenlijk is de kunst bij het roeien dat je het niet verstoort. Het verschil wordt gewoon heel snel groter als je meer gaat trainen. Toen ik 15 was, ging ik voor het eerst naar een internationale wedstrijd. En daar won ik meteen goud. 3 jaar daarna heb ik junioren WK's geroeid en elk jaar eigenlijk een WK. And the Dutch woman has got maybe half a meter lead on the Mexican. In front of a home crowd, Marieke Keizer of the Netherlands. She crosses the line here for the gold medal, world champion. Ja, je traint voor het hoogst haalbare. Als je niet echt alleen maar voor goud komt, ja, wat kom je dan doen? Enig Olympische nummer voor lichte dame is een lichte dames dubbel 2. Ja, het is dan opeens een teamsport, terwijl anders is het een individuele sport. Het is maar één dag in het jaar dat die tickets worden vergeven. Dus die ene dag moet alles kloppen. En dat gaat toch veel verder dan een beetje topsport. Dat is gewoon pieken op echt het juiste moment. Het is niet gelukt om de wereldtitel te veroveren. Wel een zilveren medaille voor deze Nederlandse combinatie. Het Olympisch ticket is binnen. Ik ben Marieke Keizer en ik ben roeister in het Nederlands team.